Ja, we zijn klaar hier in Brazilië om te racen. De auto's staan er klaar voor en ja, ik heb er zin in. We gaan zo meteen twee wedstrijden rijden. Dat houdt in dat twee keer 30 minuten gereced wordt. De vaste rijders van dit kampioenschap, in mijn geval Rafael Suzuki, zal de race gaan starten. Alle vaste rijders hebben ook de kwalificatie gedaan. Wij zullen starten als 15e. Tijdens die race van 30 minuten zal hij één keer een pitstop moeten maken. Dat is net als met de Formule 1, heb je één pitstop crew per team. Dus wij delen samen de mannen die de banden gaan wisselen. Je moet minimaal één band wisselen. Komt er vaak op neer dat je ook maar één band wisselt. Want zoveel slijten ze niet in een half uur. En het is sneller om één band te doen dan vier natuurlijk. Je kan bijtanken, dat is je eigen keuze. De meeste teams zullen ook gaan bijtanken. Want die benzine heb je gewoon nodig, anders haal je het niet. Maar je kan zelf kiezen hoeveel benzine er in de auto gaat. Dus doe je 2 seconden, 5 seconden, 8 seconden, dat maakt niet uit. Vervolgens wordt er afgevlagd. De uitslag van die race bepaalt de startopstelling voor race 2. En dan mag ik in de auto, dus daar heb ik heel veel zin in. Ik start dus op die plek, behalve de top 10 wordt omgedraaid. Dus wie weet, als je 10e wordt, sta je in één keer op die pole position. Dat is natuurlijk een beetje de hoop die ik heb. Hij staat 15e, dus ja, wie weet kan hij er net een paar inhalen en loopt het allemaal, valt het allemaal precies op zijn plek. Ik kan de race rijden, ook 30 minuten, ook een pitstop. Er is een pit window, dus je moet binnen een bepaald aantal rondjes binnenkomen. En dan eventueel tanken. Het gaat erom hoeveel benzine heeft hij erin gegooid tijdens zijn race, dus hoeveel heeft hij bij de finish over. Je kan daar een beetje mee spelen, dus sommige pitstops duren wat langer dan de andere. Daarmee heb je behoorlijk wat strategie met deze races. En het zit heel erg dicht bij elkaar. Eigenlijk het hele veld binnen 1 seconde qua rondetijden. Dus het wordt gewoon gas geven, trappen, vechten. Vaak veel actie in de eerste ronde. Omdat het gewoon een auto is ook waar je heel laag in zit. Je ziet niet heel veel om je heen. En je gaat natuurlijk geen plek opgeven. Nou, ik ga me omkleden en klaarmaken voor race 1 en race 2 voor mij.